Een hele goede middag allemaal. Zoals beloofd is hier dus de Q&A. Ik heb op een papiertje heb ik alle vragen met de antwoorden snel opgeschreven. Maar voordat ik begin heb ik ook een vraagje aan jullie kijkers. Want ik heb gemerkt dat de reviews die ik de afgelopen weken geüpload heb van afgelopen jaar, dat die erg veel dislikes kregen. Nou weet ik niet of dat aan de kwaliteit lag of aan het commentaar of wat dan ook, maar dat is dus mijn vraag. Wat willen jullie nog zien op mijn kanaal qua video's? Nou, niet eenmalig, maar echt wat ik op een langere tijd kan doen. Dus heb je ideeën voor mijn kanaal? Laat het achter in de reacties. Misschien heb ik er wat aan. We gaan beginnen met de eerste vraag. En die komt van Kermis World, Rohan. Wat is je favoriete attractie ooit gedaan op de kermis? Nou, ik denk dat dat tot nu toe de Spinfly is in Frankrijk. Mijn favoriete achtbaan, dat is de Express van Walibi en de Olympia Looping. Naar welke kermis kijk je het meeste naar uit? Over 2 weken ga ik naar België, dan ga ik naar Gent, Mollen en Hal. Daar kom ik de Decadence tegen, de Crazy Dance. Daar kijk ik heel erg naar uit en ik kijk weer uit naar Herne. World Power Games Gamers vraagt, wat is je lievelingsvuurwerk? Vuurpijlen. Nou, we zijn even ietsjes verder weg gestaan, want dan de muziek die begon aanstaan. Even kijken. Wat is je lievelingsvuurwerk? Vraagt World Power Games of Gamers. Zo, vuurpijlen. Kermisgekte vraagt, No Limit of Eclipse? Eclipse. Rick Games 1, wat vind jij de beste kermis van Nederland qua attracties? Dan zeg ik Tilburg en Weert. Tilburg heeft veel dubbele attracties, maar die heeft ook een goede sfeer. Vandaar. Patrick Brandt, als je exploitant zou zijn, welke attractie zou ik dan hebben? Dan zou ik een Sobema Breakdance hebben. Maar die is uitklapbaar, is wat makkelijker op transport. En die kunnen de kruis van omhoog. Ben ik gek op. Pepijn Boland. Ga je naar Tilburg en wat vind je van de attractielijst? Ja, ik ga erheen. En ik vind de lijst vind ik erg goed. Maar nou is het afwachten of ze ook allemaal komen. Ronald Bauma, wat vind je van de nieuwe achtbaan in Walibi? Nou, op de foto's ben ik er helemaal verliefd op. Ik ga 24 maart ga ik naar de opening. Dus daar ben ik te vinden en ga ik uitgebreid een videoverslag maken. Pyroteam APD, waarschijnlijk Appingendam of Apeldoorn, maar goed. Waar komt jouw liefde van vuurwerk vandaan? Geen idee. BDB Gaming, hoe lang wil je doorgaan met je YouTube kanaal? Nou ja, zolang ik er plezier in heb en zolang het nog, ja, ik jullie kan entertainen. Nick Vincent, hoe oud ben je? 17. Wat is je favoriete pretpark? Vraagt Auke Nustlijn. Walibi. Ingmar Nijmeijer, wat voor camera gebruik je? Ik heb afgelopen jaar ook voor de reviews de Samsung Galaxy S4 gebruikt. En voor dit jaar gebruik ik de Canon EOS 700D, waar de cameraman nu ook mee staat te filmen. En ik gebruik de GoPro Hero 4 voor de onrides. De Patrick RH, wat is mijn allereerste groot vermaak? Ik denk dat dat of een bank is, zo'n wippie, of een polyp. Een van die twee, dat weet ik niet, want dat is te ver geleden. Favoriete fabrikant? Huus, geen twijfel over mogelijk. Daarna Fabri, Mondo, KMG, ja, die zijn ook gewoon goed. Wat vind je de leukste kermisland? Vraagt hij ook nog. Duitsland qua sfeer en aankleding, maar Frankrijk qua snelheid van de attracties, maar daar is weer minder onderhouden en zo. Live Views, Noah, wat is je top 3 favoriete attracties in Nederland? Ik heb werkelijk waar geen idee. Er zijn zoveel attracties die ik leuk vind. De chaos, breakdance, boosters. Dat ik geen top 3 heb. Zo simpel kan het zijn. Magic World, wat is je favoriete Nederlandse achtbaan op de kermis? Ja, Spinning Coaster XXL. Meer achtbanen in Nederland als die muisjes heb je niet. Dus Jason Jason van Stiphout, welke breakdance in Nederland vind je het beste? Daar kan ik heel kort over zijn, Zuidema. Lucas van der Roek, wat voor bewerkingsprogramma gebruik je en wat gebruikte je toen je net begon? Ik gebruik nu Adobe Premiere Pro, dus dat is een van de beste programma's die er op dit moment is. En toen ik begon had ik niks en toen begon ik het YouTube editor te gebruiken, maar ja, dat is nu achter me. Mira de Visje, werk je al lang op de kermis? Nee, ik werk niet op de kermis. Af en toe help ik mee bij een attractie, maar werken doe ik er niet. Niet vast dan. En de laatste vraag alweer
van Villa Quinze. Sorry dat ik je naam uitgekeerd spreek. Wat is je intentie om een kermis of pretparkkanaal te maken, te beginnen, in plaats van een gamekanaal? Ja, ik ben geen gamer. En toen ik klein af aan was, vanaf mijn eerste mobieltje, maakte ik al video's. En dat deelde ik toen op Huis en Facebook, maar ik wou het uitbreiden. Dus vandaar dat YouTube erbij kwam. En ja, dat waren mijn vragen. Dit waren alle vragen, die heb ik allemaal gehad. Heb je zelf nog een vraag wat je nu even te binnen schiet? Laat het hieronder weten, altijd welkom. Hij wil per se een shout-out hebben naar Niels Dobbelsteen. De cameraman, dus ik zou zeggen, tot de volgende video en dan zie ik jullie dan weer. Tot dan!